Ik ben een vis die aan het vissen is. Nou en? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Expert Mode 1.3.3. Ik ben er weer, Zelda Player 20, oftewel Stevie in deze Let's Play serie. In de vorige aflevering hebben we het visserhuisje gemaakt en kunnen we dus leuk vissen en vissen en vissen en vissen. Letterlijk, we kunnen er vissen. Dus heb ik eindelijk de comments bij de hand genomen en ga ik heel eventjes gelijk kijken wat onze volgende fishing quest is. In deze aflevering is het ook de bedoeling dat wij zo snel mogelijk richting de jungle gaan om daar te exploren. Dan moeten we wel ergens rekening mee houden. Even kijken, waar moeten we heen? Kart en surfers. Oh, we mogen gelijk ons visje uitproberen. Oké. Okay. Dus in deze aflevering wil ik dus in de jungle heen en wil ik ook vooral praten over een nieuwe update die gekomen is, namelijk 1.3.3. Hierbij komen nieuwe visuele dingen tevoorschijn, zoals in een blizzard zien we dus ook echt dat het een echte blizzard is. In de desert is het een en ander zelfs geüpdate. En ja, oh, gelijk de eerste die we al hebben. Nou, dat is al helemaal mooi. Dus ja, dat gaat er allemaal eigenlijk heel erg positief en allemaal heel erg leuk uitzien. En we hebben 2 gold gekregen en 2 crate potions. Hartstikke handig. Goed. Maar ja, in de desert zijn dus een heleboel extra updates. En ja, dat wil ik wel eventjes inderdaad ook al kijken wanneer dat we dat tegenkomen. Maar vandaag is de hoogste prioriteit om dus richting de jungle te gaan. Wat leuk! Dus ja, het grappige is wel, crate potions die doe ik dus automatisch eventjes hierin. Eventjes mijn inventory kleren en dan gaan wij op reis. Oké, ik ben er helemaal klaar voor. Dat gaat leuk worden. Goed. Prioriteiten. Dingen die we echt moeten vinden is, nou ja, als ik me niet vergis, zit hier ook sowieso een wormpje misschien in. Nee? Nou, dat is jammer. Nou, ik wacht op dat er een wormpje zou zitten. Goed, we hebben natuurlijk dus Eevee en onze Flareon hebben we natuurlijk bij ons. En nou is het aller... Hallo? Zijn mijn batterij van mijn keyboard bijna leeg of zo? Serieus? Oh, keyboard voor mij nou. Ja, zo noem je zoiets. Ik zeg bijna nooit keyboard. Ik zeg altijd toetsenbord. Ik weet wel, heel erg Nederlands. Ja, we hebben toch wel wat extra wormpjes nodig om te gaan vissen. Dus er zijn nog heel erg veel momenten tot we moeten gaan vissen. Want wij hebben een enorme lading crates nodig. Dus, maar goed, dingen die dus heel erg belangrijk zijn. Dat is tot wij de Egglet of the Wind, geloof ik. De Egglet die we kunnen vinden in de jungle. Die zijn heel erg belangrijk dat we die gaan vinden. Een gewone Egglet moeten we ook nog steeds vinden. Dat is ook een van de belangrijke dingen die we nog steeds moeten vinden. We moeten de bos die daar te vinden is, moeten we verslaan. Zoals de Queen Bee, geloof ik. Ja, de Queen Bee bos die moeten wij zeker proberen te verslaan. En ja, nou dat we hier toch meekomen. Nou, dat we hier toch rondlopen, dan neem ik gelijk ook even al die bosjes mee. Dat is net zo makkelijk. Dus, en ik heb van Terra Gaming heb ik een hele handige truc te horen gekregen van seeds. Ook te planten in de desert. Dan krijg je namelijk dan geen cactussen, maar dan krijg je dan palmwood van. En in de desert zijn ook nou een paar nieuwe vijanden te vinden op het moment dat er een sandstorm bezig is. Dus speel je op expert mode, dan wil je zeker uit gaan kijken op het moment dat je dus aan het spelen bent ja, in de desert. Goed. Ik ga hier eventjes alle cactussen even weghalen en zoveel mogelijk seeds planten, zodat we hier ook palmboompjes krijgen. Want ik wil zoveel mogelijk van die palmboomboer voor ons fisherman's huisje. Dus dat wil ik hier eventjes snel gaan doen. Dus de cactussen die gaan we gelijk eventjes weghalen. En wat was dat? Een pink bad? Daar heb ik niks aan. Ga weg. Oké, nou de seeds. Ik bedoel, waarschijnlijk is het dan inderdaad als je dat op zand doet. Dus zand! Ik heb het nooit uitgeprobeerd, maar het lijkt me er zeker heel erg gaaf uit. Zo. Dat is rap. In één keer poef. Boom. Wauw. Oké, nou. Ik doe dit heel eventjes offscreen en ik zie jullie in een seconde. Oké, ik weet niet of jullie dit visueel goed kunnen zien, maar het ziet er naar uit alsof dat het echt in de desert de golving geeft van de extreme hitte die daar dus zit. Mooi detail, als je het mij vraagt. Goed, nou, ik ben heel even offscreen even snel geweest, eventjes weer de inventory kleren en al dat soort, want ja, we hadden alweer heel erg veel ondertussen in onze inventory zitten. Dus, ja. Maar goed. Het is dus nu tijd om naar de jungle te gaan. We hebben op dit moment 37 defense. Dat is heel erg gunstig. We zijn nog steeds onze shiny Magikarp. En
Nou is het dus zo dat ja, in de jungle, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, is het heel erg gevaarlijk. Er zitten heel erg veel bijen, poison damage kan devastating zijn. Dus er zijn een heleboel dingen waar je zeker voor uit wil kijken in de jungle biome. En volgens mij zeg ik desert biome, moet niet helemaal zonder. Dus ja, ik maak me eigenlijk nog best wel zorgen. Want waarom de voorbereiding? Het is dus bekend dat een van de moeilijkste bazen op het moment Skeletron is. Skeletron is nou een van de moeilijkste bazen die dus in Terraria te vinden is. En dan weet ik niet, ben ik hier binnen geweest? Nee. Ah. Nou, dan gaan we hier lekker naar binnen toe. Hopelijk dat we misschien nog een chest nearby. Oh, please wees een egglet. Please. Please. Goden van Terraria. Wees zo vriendelijk. Niet wat ik zocht. Nog een chest nearby misschien. Ik bedoel, in de jungle vind je normaal gesproken de meeste normale chests. Daar zit er weer eentje nearby. Goden van Terraria, wees vriendelijk. Wees genadig. Wees vriendelijk. We hebben een egglet nodig. Nice! Oké, dat is een van de cruciale dingen waar ik echt heel erg bang voor was dat we die dus niet zouden krijgen. Want anders zouden we pas in een kistje komen en dan zouden we een probleem hebben gehad. Maar we hebben een egglet. Daar ben ik een heel blij konijntje over. Oké, nou, deze... Ik denk dat ik echt eventjes mijn batterij moet gaan vervangen van mijn... Hallo! Doe eens wat! Geef me een seconde. Oké, hopelijk gaat het nou wel beter werken. Goed. Jungle. Eng. Creepy. Wees blij dat we Flareon bij ons hebben. En ja, Flareon kan hier gewoon vliegen, maar ja, Eevee kende ook. Dus lekker belangrijk. Hoe dieper dat we gaan, hoe gevaarlijker dat het hier gaat worden. Dus kijk daar natuurlijk wel voor uit. En we hebben al gelijk een ondergronds huisje gevonden. Nou, volgens mij is dit een goudhuisje. Het is niet echt het huisje wat we aan het zoeken zijn. Maar het is wel een van de huisjes die natuurlijk altijd handig is. En ik ben blij dat we een portable piggybank hebben. Want ja, dat is altijd handig. En een enchant boomerang is niet zo erg nuttig. Maar goed. Maakt niet uit. Oké, die mag er dus bij. En een enchant boomerang die hadden we nog niet eens gepakt. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Ik dacht toch echt dat ik loot al had gedaan. Maar waarschijnlijk heb ik quickstack gedaan. Sapphires. Altijd handig. Nou is het eigenlijk dus zo dat op het moment dat we... Hier, ik ben gepoisoned door weet ik voor wat dus. Ho. Oh. Kijk, en daar willen we dus zeker voor uitkijken. Die bijen die we dus zien. En oeh, een bizor. Wil ik een bizor al equippen? Volgens mij wel. Dan zijn we namelijk niet meer, hebben we geen poison damage meer. Maar wat geef ik daarvoor op? Band of Regeneration kan wel eventjes uit. De reden waarom ik die heel eventjes onder Band of Regeneration uitzet is... Ja, Band of Regeneration zorgt wel voor Regeneration... Maar ik denk dat we veiliger af zijn met, met geen poison te kunnen krijgen. Omdat poison in een jungle is echt devastating, zeker in expert mode. En oeps, dat wou ik niet doen. Het is hier wel heel, trouwens heel erg donker. Goed. Ik ga op zoek naar kistjes. En hier maken we dus eventjes een kleine montage van of het moet spannend worden. Oké, we hebben onze eerste plek gevonden voor een baas. Oh boy, dat is sneller dan verwacht. Heb ik goud bij me? Nee, dat zit in mijn piggybank. Dat is niet erg, dat hout kunnen we zo uit onze piggybank halen. Maar laten we eens even kijken wat we hier... Hoi. Laten we eens even kijken wat we hier hebben. Kijk natuurlijk uit voor de bijen die erin zitten. We krijgen wel een extra life regen, maar... Die kleine bijen die boeien me op dit moment even helemaal niks. Misschien toch wel. Toch wel best wel creepy dat ze gewoon in de honing kunnen leven. Hij is best groot. En we hebben de mini shark. We zouden dit kunnen doen. Ik bedoel, met de mini shark is het nog steeds heel erg goed te doen. Welke kogels hebben we bij ons? Meteor shots, die bouncen alle kanten op. Ik denk dat we ervoor moeten gaan. Ik bedoel, ik heb geen potion of regeneration of swiftness, maar ik heb er een goed gevoel over. En normaal gesproken is dat juist een hele ernstige, gevaarlijke situatie waar ik mijn eigen ingooi voor jullie entertainment. Laat het maar proberen. Ik denk dat ik dit wel eventjes recht ga maken. Dus ik denk dat ik hier wel eventjes een mooie hoe heet het van ga maken. Dus, want ja, we hebben dan inderdaad wel een beetje de bijen waar we rekening mee moeten houden. Maar tot we een beetje een loopruimte hebben... Is op zich niet echt verkeerd. Dus ik wil hier toch wel een beetje een grove of zoiets maken. Dat we hier dus toch
wel een beetje goed kunnen... Au, schieten. Bij het neer. Plus we hebben onze summon. Dit moet gewoon te doen zijn, jongens. Hier gewoon heel eventjes tot we een... Vraag mij wel af, kunnen we snel even een dip maken? En met een dip bedoel ik van, op het moment dat hij er staat of even dit, op. Ja, dat is wel te doen. Ja, we krijgen een mooie puff als we dat doen. En een puff is altijd heel erg handig. Nou, laten we hier ook eventjes gelijk een campfire neerplaatsen. Wachten tot we 100% geregenerate zijn. Dus wij zijn we er al. Oh boy, heb ik een swiftness potion? Ik heb helemaal niks. Van Jolowit! Oh boy. Nou ja, we kunnen alvast even een pumpkin pie pakken. Jolowit! Oh, hoi! Oké, daar is hij. Als we hem in de fik steken, dan is het goed. Daar is hij, boven. Hij is boven ons. Oké, gelijk de bijtjes ook neerschieten. De bijen gaan er gelijk dwars doorheen. En dit gaat gewoon... Oké. Nou blijkt het dus in expert mode te zijn. Dat hij veel sneller is. Als dat hij is in de normal mode. Dus in expert mode is hij veel gevaarlijker en veel sneller. We hebben het voordeel dat als hij met zijn engels gaat schieten, dat we niet gepoisoned door hem kunnen worden. Dus dat is alleen maar gunstig. Auw, auw. Oké. Ik denk dat we dit hebben, jongens. Dit hebben we. Jij oversized B-drill. Flareon sicken boy. Oké, hij is met zijn... Hij is met heel veel irritante beesten. Pap, 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 pap. Heb ik hem? Oké, ik heb health potions. Daar is hij. Hij is boven ons. Maar volgens mij wordt hij ook een stuk lastiger op het moment dat je hem half neer hebt. Maar dan weet ik niet zeker. Ja, drop die hartjes. Ik heb de help nodig. Volgens mij is hij in het niks aan het schieten. Oké, ja, hij is nou met angels aan het schieten. Oké, staat goed in de hands. Dat is alleen maar kunstig. Hou mijn help in de gaten. Ik weet niet waar dat hij op aan het schieten is. Ik zie zijn projectielen nog niet eens. Oké. Oh, paas erop. Hier moet je kijken. Heb je lessen genomen van Eye of Cthulhu of zo? Nog een keer. Weer dashen. Waar ben je nou? Hè? Au. Ja, hij is echt sneller aan het schieten met die projectielen van hem. Oh boy. Flareon, je bent goed bezig. Oké, even dippen. Dat was ik helemaal vergeten. Health potion. Kom op. We hebben hem bijna. Je moet je kijken hoe... Wow, gaak. Ik denk dat we hem bijna hier niet meer mee raken. Ik denk dat we beter over kunnen gaan naar grof geschut. Oh boy. We hebben hem bijna. Kom op, kom op. We hebben hem bijna. Oh boy. Man, dit is lastig. Concentratiemode engaged. Kom op, we hebben hem bijna, we hebben hem bijna, we hebben hem bijna. Kom op, dit kunnen we. Volgens mij ben ik nou gewoon mijn gewone paaltjes aan het schieten. En help. Waar ben je? Bijna. Oh, hij heeft nog maar 500 health. Holy snijkvogels, hij is snel. Lijkt wel op dat hij mega evolved is. Holy snijkvogels. Enough. Sleep. Kom op. Waar ben je? Is het defense omhoog gegaan of? Oh boy. Ah. Hij is zo snel. Ik doe hier ook bijna geen damage meer mee. Alsof dat een diep... Ah, we hebben hem. Holy snijkjes. Ik deed bijna nog niet eens damage.
die snijdvogels. Dat was pittig. Goed, we hebben van hem gekregen. Wij hebben van hem de Warding Hive Pack. Increase the strength of friendly bees. Zeker handig om te gebruiken tegen zowel Skeletron als tegen de Wall of Flesh. Een Hive Wand, kunnen we hives mee plaatsen om hem te bouwen. We hebben de Bee Pants, dat ziet eruit als een vanity, maar we zijn dan nog steeds in de vis. Bee Nades, altijd erg handig. En Bee Wax, materiaal om mee te bouwen. En... Oh, we hebben de Deadly Bee Bees! Oh, dit is de beste boog die je kan krijgen. En ook nog eens een keer de beste buff. Oké, alle normale pijlen die we nou dus af zouden vuren, worden dus bijen. En we hebben de beste. Wauw. Oké, nou laten we eventjes gaan kijken of we nog wat kistjes kunnen vinden. Maar oh, ik ben nou een blij konijntje. Jeetje, die battle was eng. Die battle was heel eng. Oké, ik ben heel eventjes teruggegaan om even mijn inventory even te kleren. Want ik heb weer een nieuwe beehive gevonden. En daar wou ik extra pijlen voor. Maar ondertussen heb ik ook even gelijk weer de quiz gedaan. En hebben we de fuzzy carrot. Dat betekent maar één ding. Een hele grote bunny. Of een hele grote Eevee. Eevee, wat vind jij? Dus... Ja... Dat is dan wel eigenlijk een hele grote. Ik ben het ermee eens. Ik bedoel, we zijn een beetje gefocust op de evoluties. Dus als jij het vindt, dan prima. Dan doen we dat toch gewoon. Ik vind het best. Nou, ik doe heel eventjes mijn inventory kleren. En dan ben ik terug in een seconde. Oké, dan ben ik alvast eventjes bezig voor de dye vet. Daar kunnen we dus onze eigen dyes mee maken. En dan kunnen we dus verschillende equipment doen. En voor onze nieuwe Jolteon, ja, omdat het de snelste Pokémon is. Ik kan het wel een beetje begrijpen waarom dat Eevee met die keuze is gekomen. En ik denk dat jullie het daar wel mee eens zouden zijn. Is het dus ook heel erg belangrijk dat we dan ook wel die dye kunnen maken. Dus dan moeten we wel eventjes een gele dye hebben. Nou, zoals ik al zei, we hebben twee Yellow Marigold. Daar hebben we volgens mij dan ook water voor nodig. Ik wil eventjes kijken. Dat is bij de potion ingrediënten. En ik vind het eigenlijk een heel leuk verzonnen gimmick. Om zo dan inderdaad te komen met... kunnen we nou ook deep yellow? Dan hebben we weer yellow dye. Maar kunnen we daar dan niet een stapje mee verder? Dat het deep yellow dye wordt? Of pure yellow dye? Of misschien moet ik gewoon gold aan hem geven? Laat ik eens even kijken. Kunnen we hier nog iets mee craften? Yellow en silver. Bright yellow dye. Yellow en black. Green, yellow, flame, dye. Misschien voor onze Eevee, als hij dat zou willen. Die is al mooi bruin eigenlijk. Ik vind flame, dye. Ja, onze Imp kunnen we helaas niet zo'n kleur geven. Laten we eens even kijken. Geef me even een seconde. Oké, ja. Hij ziet er gelig uit, geel met wit. Het is jammer dat je hem niet echt puur geel kan geven. Misschien als ik hem een golden dye geef. Misschien ziet dat er beter uit. Ik ga het heel even proberen, jongens. Heel eventjes deze veranderen met die. En even kijken. Nou, dan vind ik geel er beter uitzien. Ik bedoel, ja. Laten we gewoon voor geel gaan. Geel is leuker. Naar mijn mening. Als jullie liever goud hadden gezien, laat het weten in de reacties. Dan veranderen we dat weer snel terug naar goud. Maar goed, oud, gezond, goud. Waar is mijn equipment nou? Gewoon, dat is standaard. Dank je. Dus deze die gaan gewoon weer terug de divebak in. En wij gaan weer terug richting de jungle. Want ik wil mijn nieuwe bel, of mijn nieuwe bel, mijn nieuwe boog uitproberen. Kijk hoe snel dat gaat. 38 miles per hour. En nou moet ik eventjes weg, want anders kom ik er niet doorheen. En moet je toch eens kijken, de snelheid die Jolteon voor elkaar kan krijgen. Ik snap wel waarom dat Eevee voor Jolteon gegaan is in verband met die gigantische snelheid. Vergeet niet, Jolteon is de snelste evolutie. Dus ondertussen hebben we Flareon, Jolteon en Eevee. Ik vind het wel leuk. Jullie hadden namelijk de vraag of Eevee misschien zou willen evolueren of zo. Nou, ik denk dat Eevee gewoon Eevee wil blijven. Tenminste, daar ga ik van uit. Eevee, wat vind jij? Juist. Dus vandaar dat ik zoiets heb. Het lijkt hier wel een oase op dit moment met al die palmbomen. Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk om het zo te doen. Hopelijk groeien ze allemaal snel. Ik denk het wel, zo niet. Dan kunnen we de seeds nog altijd wel plaatsen. Maar ja, de naam Jolteon. Ik vind het inderdaad wel... Dankjewel, Eevee. Dankjewel. Heel spontaan. Leuk. Oh, fijn, dankjewel. Oh boy, dit is niet goed handig gepland. Oké, ik ga gewoon dit schieten en we hopen maar op het... Hé, nou dropt hij wel zijn helm.
Oké, nou, we gaan gewoon kijken of deze goed werken. Ik denk het wel, ik hoop het wel. Het enige nadeel is, ik heb nog niet een extra regeneration ding gestaan, dus ik hoop dat dit goed gaat werken. Trouwens, hij is nog niet in zijn moeilijkste vorm, dus misschien kan ik nog eventjes snel... Hoppakee, dat is één. Deze even swappen naar sterkere bijen. Oké, hopelijk gaat het werken. Dus in plaats van pijlen schieten we dus nu bijen af, hoe gek dat het ook klinkt. Onze bijen zullen nou dus wat sterker worden. En dat zou nu meer schade moeten doen, plus bijen die zijn al heel erg snel homing. We moeten nou alleen uitkijken of we dus niet de bijen in de honing rechtstreeks gaan schieten. Want ja, daar zullen ze geen damage doen. En volgens mij wordt zijn defense wel een heel stuk sterker op het moment dat je dus zo bezig bent. Dus... Hij is niet automatisch, oké, dat is fijn om te weten. Dus we moeten blijven klikken. Nou ja, een tweede Queen Bee, ik vind het niet erg. Maar die zombie, of het was Flareon die hem heeft geraakt. Ik bedoel, dat wil ik nog wel heel even dadelijk even in de instant replay zien. Oké, we zitten al op een fase dat hij dus heel erg snel wordt. Als hij half neer is, denk ik, of zo. En het is zo vervelend dat hij door de muur heen kan, want dan moet ik cheaten. Kom op, raak hem. Ik zie daar al 31. Flareon die raakt hem ook en door die vuur, daar heeft hij toch wel de vuur damage elke keer mee. Ja, hij wordt echt al een stuk sneller nu. Oké, go, 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 go. Go, Bumblebees. Oké, we hebben niet de B-armor of zoiets in die trend, maar... Ik moet zeggen, dit lijkt sneller te gaan. Oh, Jesus. Oh, heilige Flareon. Hou hem in licht tot we hem kunnen zien. Oké, puren, puren, puren. Defense, defense. Oké, hier achtjes. Om health in de gaten te houden. Trouwens, doe maar een health potion. Mocht het heel gevaarlijk worden, dan kunnen we tenminste dadelijk nog een keer healen. Even onder water. Of ja, onder... niet water, maar... Wow. Ging je nou schuin? Kom op. Ik vind deze net zo spastisch als de AI of Cthulhu ondertussen. Oh, moet je kijken, man. Hij heeft gewoon een mini... Hij heeft gewoon zelf een minigun. Hij heeft gewoon zelf een minigun. Of een mini shark. Voordat je dat ding ook wil noemen. Jolteon, schok hem! Oké, we gebruiken gewoon alle drie de EV's. Eentje voor, bomb. Merale, steun. Eentje voor snelheid. En eentje voor extra vlammen. Vloeiende kolen. We hebben hem. Dat is het belangrijkste. Goed, we hebben allemaal gekregen. Ja, ik weet je wat, we doen de treasure bag dadelijk openen. In verband met als we hem nu zouden openen. Ja, dan hebben we het probleem dat we waarschijnlijk ons inventory alweer veel te snel vol hebben. Dus, maar goed, Queen Bee, hij ging veel sneller met deze boog. Deze boog is echt geweldig. Dus, oké, het is een kleine ruimte, maar ja, dat heb je overal eigenlijk wel een beetje. Maar ja, hopelijk niet met de wall of flash. Ik denk dat deze boog zelfs ook heel erg ideaal gaat worden tegen, ja, de Duke. Nee, niet tegen een Duke. Voor mij nou een Duke. In de comments weten ze al gelijk dat ik spoilers wou gaan zeggen. Dus, ja, jullie... Degene die het wel kennen, die, ja, denk ik al gelijk bij een eigen van... ja, dat was inderdaad wel een hele goed. Maar goed. Ja, tegen dus, ja, daar is eigenlijk op zich is daar ook wel spoilers als ik het ga hebben over, Skelly Boy. Niet spoilers? Ik vind het een beetje spoilers. Nou ja, who cares? Goed. Ik heb in ieder geval een helm gekregen. Die geeft inderdaad een leuk effect. Dat geeft namelijk licht in het donker. En dat kan inderdaad heel erg handig zijn. Het enige nadeel is met dat is... hij geeft veel minder defense. En daardoor zullen we het minder snel overleven. Ik heb genoeg pijlen. Ik bedoel, die pijlen zijn homend. Dus op zich... Oh, kijk. Oh, jeez. Oké, jungle spores, die hebben we zeker ook heel erg van nodig. Oh, daar wou ik eigenlijk niet. Ik moet kijken, uitkijken, want ik heb mijn falling damage nog aanstaan. Heb ik iets anders wat ik even kan? Ik heb niet echt een double jump nodig. Wauw, rapid fire match. Flareon, you're on a roll. Gaat lekker, Flareon. Oké, nou, eventjes die jungle spores meenemen. Jungle spores zijn ook heel erg belangrijk. Voordat we gaan beginnen van... Oh ja, misschien kunnen we dan ook wel voor die andere... voor die andere... ach, hoe heet dat nou? Hoe zeg ik dat op zijn Nederlands? Voor die andere... Ja. Grappling hook. Dat is het hem. Die andere grappling hook. Nou, ik denk niet dat we voor de jungle grappling hook gaan. Dit in verband met de grappling hook is niet echt zo handig...
Met vergeleken, ja, vergeleken met degene die we nou hebben. Dus dit kistje weer meenemen. Wat ik hier zeker ook nog wil vinden in de kistjes is voornamelijk bijvoorbeeld een shotgun. Een van mijn lievelingswapens. Oh, hi. Jongens, ik zie niks. Ik graag. Buffs. Oh, ik heb nou een andere buffs. Is dit een waterwalk potion? Oké, we hebben een waterwalk potion. Bijen? Oké, de ene keer werkt het, de andere keer niet. Who cares? In ieder geval kunnen we over water heen lopen. Dat is heel erg handig. Maar we hebben nog geen shrine gevonden of iets. En shrines die hebben we wel nodig nu. Dus ik heb verder op hardkristaljacht. Nou, eigenlijk niet. Maar we vinden er in ieder geval er eentje. Aha. I will walk on water. Just to screw with you. Walk on water. Just to screw with you. Eat a bee. Cross the sea. Ik ben zo terug. Weer een Queen Bee spawner. En op zich is dit best wel een grote, jongens. Ik ga even een kijkje binnenin nemen. Ik bedoel, hoe meer beanates dat we te pakken kunnen krijgen, hoe beter eigenlijk. Want vergeet niet, het kan heel erg gevaarlijk zijn. Oké, nou Flareon, ik hoop dat je een beetje inhoudt. Oké, er zitten zoobets binnen, dat is gevaarlijk. Want ik weet namelijk, Flareon die vindt het nogal leuk om gelijk maar gloeiende kolen te gaan schieten. Ik weet dat Flareon het alleen maar doet om mij te beschermen, maar serieus. We hebben nog geen plateau of iets gemaakt, hè? Dus als Flareon dat gaat doen, dan kan het heel gevaarlijk voor ons gaan worden. Ja, ik heb wel wat iets meer nodig nou. We hebben wel hout, maar... En nog een beetje. Oké, ik denk dat dit wel zal werken. Here we go again. Hij piept er gewoon tussenuit. Hij rent gewoon weg. Oké, dat is lame. Damn lame. Boo.